Skoda gaat van 3 naar 1 centrale entree. De komende maanden gaat Skoda verbouwen. De ingangen van het museum, de bibliotheek en van het archief gaan weg en daarvoor in de plaats komt een centrale entree. De wens om de verbouwing eerder te plannen bleek geen optie. Op het moment dat je een nieuw gebouw hebt neergezet voor 29 miljoen stichtingskosten, dan denk je als gemeentebestuur toch ook wel dat je voor een aantal jaren klaar bent. Maar er zaten best wel wat uitdagingen, noemt Herman Hertzberger dat. Je mag niet zeggen problemen, vindt hij. Je moet zeggen uitdagingen in het gebouw. Nou, een van die uitdagingen was de slechte verbinding tussen de twee gebouwen. En dan komt er op een gegeven moment toch een flinke economische crisis. En dat is geen moment om te gaan praten met het gemeentebestuur over een nieuwe entree. De verbouwing is nodig omdat de huidige situatie voor de bezoekers verwarrend is. Ook zijn er te veel niveauverschillen in het pand. Het is nu inderdaad door die trapjes is het wat versplinterd. En we zijn dus ontzettend opgelucht. Zeker ook voor al die mensen die niet zo goed ter been zijn dat we dit kunnen optimaliseren. Tussen het museum en de bibliotheek komt de nieuwe centrale entree. De winkel en het café worden verplaatst naar de nieuwe ingang. Er komt een terras aan de voorkant en een terras aan de achterkant. Voor mensen die van zon houden is het vooral de voorkant, want daar staat de hele dag zon. Achterkant heb je wat meer schaduw. Dus in die zin wordt het een geweldige plek. Goede horecavoorziening. De winkel, die natuurlijk ook daar gesitueerd wordt, wordt een prachtige plek. De gebouwen van Skoda zijn van de gemeente. Zij draaien dan ook op voor de verbouwingskosten. Er is 1 miljoen beschikbaar en daarbinnen moet het gebeuren. Dat lijkt heel veel geld. Absoluut gezien is dat ook heel veel geld. Maar als je een verbouwing, een nieuwbouw wil plegen zoals wij die gaan doen, dan is dat een heel bescheiden budget voor dat nieuwe gebouw. Maar dat wordt een prachtig gebouw. Er komen ook zonnepanelen op het dak. Eind december van dit jaar moet de verbouwing afgerond zijn. Morgen overheerst de bewolking en kan er een enkel buitje vallen. Er staat veel wind en het wordt een graad of 18. In de avond en nacht is het vrijwel bewolkt, maar blijft het droog. De wind is zwak en het kwik daalt naar zo'n 10 graden. Zondag is het bewolkt, maar blijft het droog. De temperaturen liggen dan zo rond de 17 graden. Maandag is het wisselend bewolkt met geregeld zon en het blijft droog en het wordt dan een graad of 20.